Schout Hermans, een van de organisatoren van deze Dutch Open Hackathon. We zijn, nou niet een dag zou ik willen zeggen, want deze mensen gaan natuurlijk allemaal de hele nacht door. Maar we zijn van in ieder geval aan het eind van de eerste overdag. 10 uur begonnen, het is nu, begint het tegen 5 te lopen. Als je dit eerste stukje, als je daar de balans van opmaakt, hoe gaat het? Nou, gaat eigenlijk erg goed. Heel veel enthousiasme. Veel teams die snel begonnen zijn, ook al een eind zijn gekomen. Veel mensen hebben ook aangekondigd dat ze ook de nacht door willen gaan. De bedjes die klaarstaan, die zullen ook zeker gebruikt worden. Ja. En nee, mensen vinden het een heel mooi event. En zijn ook erg blij om hier te zijn. Ja, hoeveel, vertel eens iets over de deelnemers. Wie zijn het? Hoeveel zijn het er? Ja, het zijn er meer dan 200. En voornamelijk mannen onder de 30. Ja, dat is... ik zag inderdaad een programmeur van een jongen van een jaar 14 vragen. Wat is de gemiddelde leeftijd? Maar dat is zeg maar de categorie die... Ja, de categorie zelfs. Ja. Hey, en hoe hebben jullie geworven? Nou, wij hebben het bureau Open States Foundation gevraagd om dat voor ons te doen namens de 7 partners. En die hebben gewoon een heel developer netwerk waarbij er gestart is op tweakers en vervolgens ook op andere media overgenomen. Ja, voor ik weet niet of dat voor jou geldt hoor, dat het de eerste keer is dat je een hackathon organiseert. Maar dat kan je nu meteen even... Wel de eerste keer dat ik het organiseer, niet de eerste keer dat ik dat er ben. Nee. Hey, zit daar nog een verschil in? Trekken zeg maar de partijen die hierbij betrokken zijn, van Albert Heijn tot Bol, et cetera, trekken die een bepaald publiek aan? Of, Nou, dat is eigenlijk heel grappig. Wij hadden bedacht, vanaf hoe zorgen we voor publiek? En we hebben alleen gezegd, er zijn prijzen. Maar we hebben nooit omschreven hoe hoog de prijs is voor de winnaar. Ja. Dus blijkbaar, ze zijn gewoon echt intrinsiek gemotiveerd om te komen. Ja, dus dat kan inderdaad de motivatie. Dat kan in ieder geval de motivatie niet zijn voor ze. Ik ben ook vaker op dit soort events. En ik vind het elke keer toch opmerkelijk dat mensen die toch ook gewoon de hele rest van de week waarschijnlijk met dit soort dingen bezig zijn. In hun vrije tijd hierop afkomen. En dan ook nog de moeite nemen om de hele nacht niet te slapen. Dus het is een bijzonder fenomeen. Hoe verklaar jij dat? Ja, het is toch een manier, de een die gaat sudokuën. En de ander die gaat lekker programmeren om de hersenen te ontwikkelen en bezig te houden. En het is echt een hobby voor mensen. Ja. Hebben jullie welke opdracht heb je de ploegen meegegeven? Nou, het is driving global innovation. Maak een app met zoveel mogelijk API's van de partners. Er is niet één rode draad, maar we zullen het morgen zien wat eruit komt. Ja. Maar dat is wel dus als ze er meer aan elkaar knopen, is dat een pluspunt? Ja, en er is ook er zijn 5 jurycriteria en 1 daarvan is hoeveel API's van de partners gebruik je. Ja, hey, kun je iets vertellen over hoe dat in zijn werk gaat qua begeleiding? Je hebt specialisten van de bedrijven volgens mij rondlopen. Ik zag dat er pitchers, trainers waren. Kun je daar iets over vertellen? Ja, we hebben een programma gemaakt waarbij het heel breed is. Waarbij de ochtend vooral de focus zit op het toelichten van de API's. Dus ieder bedrijf die een API heeft gedaan, heeft ook daar een API-expert bij. En nu in de avond gaan we steeds meer richting het einddoel, de pitch. En dat kun je doen met video of dat kun je doen... Ja, met woord en geluid, maar in alle gevallen is het goed om een training te hebben. Wat ga ik nou zeggen in die 2 minuten tijd die ik krijg? Ja, hey, is die API-experts? Ik kan me voorstellen inderdaad dat het kan helpen als je de ploegen een handje helpt. In die zin uitleggen wat erin zit, wat ze mee zouden kunnen. Doen partijen dat actief? Ja. Lopen ze rondjes langs de velden? Ja, dat is echt het actief, want iedereen weet, als ik niet actief rondloop, dan is de kans dat mijn API gebruikt wordt minder groot. Ja. En dat is toch wat je wil natuurlijk. Ja. Dus dat houdt ook de sfeer goed. Iedereen is echt actief bezig om zijn eigen API te pushen. Dus dat is leuk. Ja. Ja. Hey, en wanneer is dit voor jou geslaagd? Wanneer het geslaagd is, als we morgen een aantal ideeën hebben van wauw, hier hadden wij niet aan gedacht. Ja. Want open innovatie is toch door mensen van buiten te vragen die niet in de box zitten zoals veel grote bedrijven zitten. En dat zou heel mooi zijn. Ja. En heb je al een rondje langs de velden gemaakt? Ik heb een rondje langs de velden gemaakt. Maar ik heb nog niet het idee dat ik denk, hey, dat is nou heel anders. Ja. Dus, maar er is nog een lange nacht te gaan. Dus er zijn nog veel dingen die veranderen. Ja, en je kan je voorstellen, ook al is iets misschien al een keertje eerder gedaan. De presentatie, de manier waarop het aangepakt is, kan hem mooi maken. Want ik spalde hier te gast. Even kijken of mijn lijstje, Jan van Kampen. En dat is een developer. En die stelt kennelijk speciaal een team samen voor zo'n event als dit. Dus die had iemand die heel goed was in animaties. En speciaal bij betrokken. Dus
kan ook nog in de presentatie gaan zitten. Ja, absoluut. Gaan zitten straks. Hoe ziet het programma er verder uit? Nou, het programma hebben we vanavond pitch training. We hebben vanavond ook nog een laser game om de spieren los te maken voor mensen die willen. We hebben vanavond ook nog een biertje en een disco mee. Misschien op de 18e voor diegenen die wat anders willen. Ja, en natuurlijk het slapen. We hebben ruim 200 bedden klaargezet met dekens erbij. Dus er is geen enkele reden voor mensen om naar huis te gaan. Nee, nou, dat is mooi. Morgen is dus een belangrijk deel van de dag. Jurering, eerst in kleinere setting en later zeg maar de laatste 10 die over zijn volgens mij. Die ja, de top 10. Dus hoe laat moeten ze klaar zijn? Ja, ze moeten om 11 uur de screenshots indienen. Om 12 uur begint het pitchen van de eerste generatie en de top 10 om 3 uur. Ja, mainstage. Dus ze moeten echt wel in 24 uur het gemaakt hebben. We hebben om 10 uur de aftrap gedaan hierboven. En in principe 25 uur later moeten ze klaar zijn. Ja. Hey, is dit iets wat bedrijven intern ook doen of ook meer zouden moeten doen? Want de buitenwereld erbij betrekken is één. Maar ik denk dat er ook veel ideeën leven binnen bedrijven. Ja, die nog onvoldoende. We gaan het ook zeker binnen bedrijven doen. En ik hoop ook een aantal teams uit te kunnen nodigen om te zeggen, kom langs bij de verschillende partners om te laten zien wat je ontwikkeld hebt. En dat mensen te inspireren om daar ook zo naar te kijken. Ja. Hey, wat is jouw inschatting qua motivatie van de mensen? Het is natuurlijk mooi om met elkaar dingen te maken. Maar zijn zeg maar, de bedrijven, de grote namen die hieraan verbonden zijn, zijn die ook een extra motivatie om hier te komen? Ja, dat is zeker een motivatie. Maar ik moet zeggen dat ook het motivatie is om hier elkaar te zien en te denken, hey, ik ga het beter doen dan. En ik ga het bij de top horen dan. Want er worden morgen 10 prijzen uitgereikt. Dus de kans dat je wat winst is ook groot aanwezig. Ja, en je hebt van tevoren niet gezegd welke prijzen dat waren. Wat is de hoofdprijs? De hoofdprijs is geldbedrag. En dat is het stuk. Maar we hebben ook nog 7 partners die allemaal een partnerprijs geven. Ja, dus Philips Lamp zal er eentje van zijn. Ja, absoluut inderdaad. En Transavia, die hebben ook heel veel producten die ze kunnen weggeven. Ja. Oké, nou hartstikke goed. En we spreken elkaar dan morgen weer. Bedankt voor deze informatie. Het is een ontzettend leuke sfeer overal. Ik denk altijd, ik wou dat ik kon programmeren als ik hier rondloop. Maar goed, in een volgend leven misschien. Dank je wel.